De Laars op de Nek. Een seriehoorspel naar de gelijknamige roman van Maurits Dekker. Voor de microfoon bewerkt door Peter van Gestel. Vandaag hoort u het 21ste deel. Zorgen genoeg, maar geen gebrek aan geld. Het ging verdraaid goed met de Purax-fabriek. Maar ja, wat had je aan geld? In het leeggeplunderde en verarmde Nederland was zo weinig te koop dat ik me met een zak vol bankbiljetten armer voelde dan in de dagen toen een tientje nog een kapitaal voor mij betekende. Toch was er een voordeel. Met al dat geld kon ik veiligheid kopen. Op 3 verschillende punten van de stad had ik huizen gehuurd. Een zolder in het centrum en 2 gunstig gelegen oude panden in straten zonder overburen. Wat ik precies met die schuilplaatsen moest beginnen, wist ik eigenlijk niet. Zou ik er op het juiste ogenblik gebruik van kunnen maken? Maar goed, het was in ieder geval een geruststellend idee dat ik in deze benauwde, onveilige wereld een paar hoekjes had waarvan ik alleen het bestaan kende. Het bestaan dan, in zover het verband met mij hield als eventuele bewoner, onderduiker, voortvluchtige. Gewoonlijk ging ik zondagsmiddags naar een café om daar de winsten van de afgelopen week te berekenen. Een aardige, ontspannende arbeid. Ik herinner me een middag. Er stond een kopje voor me met kookvocht van gebrande eikels dat koffie moest voorstellen. Ik herinner me een middag. Of was het geen speciale middag? Ik weet het niet meer. Wil meneer een krant? Een klein Joods vrouwtje stond voor me. Een krantenverkoopster. Het was geloof ik helemaal geen speciale middag. Moet meneer een zondagavondblad hebben? Ja, graag. Geeft u mij. Alsjeblieft. Oh, alsjeblieft. Staat er nog iets bijzonders in? Ik lees het niet, meneer. Waarom zou ik nou de krant lezen? Het is al erg genoeg dat ik het verkoop, die rotzooi. Een verschrompeld, suf mensje. Ik ken haar wel. Moeder van een paar flinke jongens die lid waren geweest van de Liga en die bij de razzia's in februari waren weggehaald. Nog iets van uw zoons gehoord? Wat zegt u? Ik vroeg, hebt u nog wat van uw zoons gehoord? Mijn zoon, zegt u. Niks. Nee, niks van gehoord. Er zal van gauw bericht komen. Vast en zeker. Niks gehoord. Ze zijn dood, meneer. Allebei. Dat weet ik wel van ze. Dood? Allebei. Niks hebben ze gedaan. Helemaal niks. Beste jongens, meneer. Alsjeblieft. Nee. Nee. Nee, nou maar. Misschien is het niet waar, dat kan best. Dat hoor je vaak. Nee, nee. Ik ga maar weer eens, meneer. Tot de volgende zondag. Niet de moed laten zakken. Moed houden. Krankzinnig. Waarom moest ik weer die afgebeulde, afgestompte vrouw zeggen dat ze moed moest houden? Alsof het nog zin had dit kapotgeslagen leven te rekken. Machteloos stond je tegenover de verschrikkelijke werkelijkheid. Verlaten en weerloos waren zij. Al die jongens die nooit iets misdreven hadden. Die ongelukkige moeders die het niet begrepen. Arme, verraden mensen. Hulpeloos overgeleverd aan een vijand zonder genade. Had het nog zin mezelf veilig te stellen en te trachten door listigheidjes mijn leven te redden? Nee. Ik weet werkelijk niet meer of het nou een speciale middag was of zomaar een middag. Hey, kapitalist. Hoe is het? Dag Lex, ga zitten. Ga zitten. Ik zit al. Blijf dan zitten, zou ik zeggen. Zakenmannetje ben jij geworden. Waarom kom je hier eigenlijk? Waarom zou je hier niet komen? Verboden voor Joden, weet je wel. Als ze komen controleren. Lex de Jong. Zeker. Die zijn ze niet erg gek, maar Maarten Vermeulen.
Heb ze niks op tegen? Syrische gooi. Maarten Vermeulen? Ja, aangenaam. Kijk eens. Mijn persoonsbewijs. Bijna echter dan echt persoonsbewijs. Zie je het? Knap gemaakt, zeg. Maar en kijk eens. KLM speldje. Haren kort geknipt. Snuitje gegroepeerd. Ik ben nou echt een edelgermaanse piloot. Maar wat ik zeg wel. Je hoofd, je uiterlijk. Het is toch net of je zo van de voorpagina van een antisemitisch het splat bent gestopt. Ach, dat zegt toch niks als rassekietsch. Geen joden die er gosher uit ziet, allemaal fijn. En je ziet me afgelopen met polen waar de kogelduim met ik op ligt. Ja, ik zou toch maar zoveel mogelijk uit de kroegen wegblijven, net zoals ik. Cafés zijn voor mensen zoals wij die ponden boter op ons hoofd hebben, gevaarlijker dan een vuurlinie voor de soldaten. Ach, kom beste nou, ik ben geen kind. Jongen, luister nou eens. Ik doe niet anders. Ik heb gezorgd voor een privé kroeg waar geen spion of geen mof in komt en waar nog een ouderwetse borrel wordt geschonken. Persoonsbewijs, graag. Dan heb je het al. Controle. Ach, nee, niks aan de hand. Er staat er geen jee in mijn persoonsbewijs. Vliegenier, hebben ze respect voor. Kijk, niet zo benauwd. Je ziet eruit als een Russische spion. Ja. Persoonsbewijs. Hier. Alsjeblieft. Merci. Persoonsbewijs, graag. Zo ook niet alles lijkt me op zondag te moeten werken. Alsjeblieft. Maarten Vermeulen. Ja, van top tot teen. Alsjeblieft. Het was mijn nippertje, zeg. Nippertje? Weet je eigenlijk waar die uitdrukking vandaan komt? Persoonsbewijs graag. Een privékroeg, zei je? Geen gek idee. Dit hier kan niet lang goed gaan. Die man had al erg warm. Ach, misschien kent iemand die van mij leeft, weet jij veel. Meneer! Staan blijven! Waar wilt u zo snel naartoe? Mag ik even uw persoonsbewijs zien? Oh, jongens, er gaat iets mis. Ja, die is erbij. Meekomen. Waarom doe je niks? Doe jij dan wat? Ach, van, ik had het niet tegen jou. Ach, het gebeurt overal in de stad. Zo'n aardig mannetje. Nee, een beetje zo'n mannetje dat niet begrijpt dat mensen echt heel slecht kunnen zijn. Hij schaamde zich gewoon niet omdat hij een Jood is. Nee, hij schaamde zich om het vulgaire, het absurde van de situatie. Wie schaamt zich niet? En wij deden weer niks. Onze tijd komt misschien nog wel, Tom. Hele troost. Nou, kom. Ga nou maar mee. Hier hebben we verder niks te zoeken. Ik heb trouwens een afspraak met Ger en met Hans. Ja. Kom naar mijn kroeg kijken. Ja, daar is nog jong. Vooral zal je goed doen. Nou? Nou, hoe vinden jullie het? Geweldig. Zo'n compleet bordeel. Hey, wat ben je met ons van plan? Is niet gek, hè? Alles bij de hand, alles in orde. Echte baai, gedempt licht, leuke potjes, leuke vaatjes. Als de Joden niet meer in de kroegen mogen komen, dan komen de kroegen bij de Joden. Hey, hoe heb je dat allemaal voor elkaar gekregen? Gekke werk, een kapitalist ben je. En je weet, de kapitalisten zijn gedoemd ten onder te gaan. Ja, ik weet het, maar die ondergang ga ik dan zo feestelijk mogelijk maken. Allemaal gegrapt van de Purax-fabriek. De hele inrichting heeft mij nog geen 100 gulden gekost. Goeiemorgen. Nou, wat zal het zijn, heren? Jenever, port, cognac, sherry, whisky, rode wijn. Alsjeblieft. Schenk dan maar een gewone borrel. Oh, dat zal de ondergang van het communisme zijn. Dat ze zich op een gegeven ogenblik toch borrels laten inschenken door het kapitalisme. Ja, je moet maar dorst hebben. Hè? Alsjeblieft, het is al gebeurd. Zo, hier. Merci. Zeg, jongens. Ja. Volgende borrels moeten jullie zelf inschenken. Hé, meer dan één drink ik er niet. Maar ja, wat heeft een Frans acteur ook alweer eens gezegd? Eén borrel maakt een ander van me en die ander die heeft dorst. Zeg. Ja. Is het een ideale schuilplaats of niet? Ja, je hebt het prima voor elkaar hier. Handig geflikt hoor, echt. Zeg,
We zouden jouw beste organisatie van het feest van ons eenjarig bestaan kunnen toevertrouwen. Graag. Oh, maar graag, dat doe ik. Ik zal er een knallende vuif voor ons fabrieksproletariaat van maken. Ik zal ze tonen dat onze firma's reputatie van goede werkgever waard is. Mijn best, als je maar niet te veel tamtam naar buiten maakt. Geen zorgen, mijn buren zijn goed. Die aan de linkerkant zit in de zwarte handel. En de rechtse, die een beetje doof is, heeft de oranje zenders soms zo hard aanstaan dat ik kwartjes in mijn oren moet stoppen om het gekletst niet te verstaan. Oh, wacht eens. Ik zal wat laten horen. Ja, mooi feest zal dat worden. Je weet het toch, gelukkige mensen vieren nooit feest. Ja, we moeten nog wel een beetje blijven doorpraten, want dat je natuurlijk een mooie donker doet. Wij zitten niet in zak en as. Wij gebruiken puur as voor de was. Wat een waanzin. Wat zeg je? Ik zei, wat een waanzin. Moet je kijken wat hier allemaal tevreden is. Eieren, zalm, sla, broodjes, pekelvlees. Ja. Niemand weet hoe die dingen smaken. Ach, jonge Lex houdt van effecten, knallende effecten, zoals hij het zelf noemt. Zeg, kijk daar eens. Freek Poortenmaker, de controleur is er ook. Aan de manier waarop je aan dat kippenboutje kluift, kun je zien dat hij een slecht mens is. leuke meisjes, of niet soms? Ja. En al bij meer dan jaren, wat kan ons gebeuren? Dat is heel verstandig van je. Volgens de nazi zijn wij Joden nou eenmaal onverbeterlijke kinderverkrachters, hè? Echt aardige meisjes. Ja, ik zeg altijd, je moet de jeugd die van initiatief blijk geeft, kans geven. Zeg, hoe heet jij? Liesje. Liesje? Is dat even een mooie naam? Werk je ook op de fabriek? Ja, meneer. Weet u dat dan niet, meneer? Hebt u wel nooit gezien? Moet je vast wel eens gezien hebben. Moet je hard werken? Nee, hoor, meneer. Ik ben een van je bazen. Best geloven, meneer. Weet jij wat een echte baas is, Lies? Dat zal meneer beter weten dan ik. Nou, niet zo bescheiden, hè? De bazen moeten allemaal worden vernietigd. En dat moet jij doen, weet je dat? Dat moet het proletariaat doen. Nou ja, dan moet je er natuurlijk wel even achter komen wat een baas precies is, hè? Ja. Ik ben een baas. Geef me maar een opdoffer. Doe maar. Ik denk er niet aan, meneer. Zeg, heb jij wel eens gehoord van Marx en Lenin? Werken die ook op de fabriek? Die wijzen jou de weg die jij moet gaan. Maar ik wil nog helemaal niet gaan, meneer. Ik blijf nog even. Zal ik jou eens wat vertellen, Liesje? Ik ben ook maar een doodgewone proleet. Gaat u janken, meneer? Mijn tranen zijn jouw tranen. Bedenk dat wel, meisje. Veel gedronken zeker, hè? Revolutie! Zal ik een glaasje water voor u halen? Ik wil geen water, ik wil revolutie. En waarom zou ik meer boter op mijn brood mogen smeren dan boter. Jij? Ik kan vandaag de dag bijna niet meer krijgen. Je moet wakker worden. Dacht u dat ik hier ging slapen? Kijk wel uit. Broederschap. We zijn allemaal gelijk aan elkaar. Nou ja, er moet eerst even een revolutie komen. Een proletarische revolutie. Kapitalisme, dat moet vernietigd worden. Meneer, dat vind jij toch ook, Liesje? Kijk nou eens, mijn kous heb ik op de zwarte markt gekocht. Ze zijn al weer kapot. Ja, ik zal je troosten, hoor. Je moet wel van me afblijven, hoor. Ik wil helemaal niet jouw baas zijn. Alleen maar je kameraad. Ontwaakt, verworpenen der aarde. Ontwaakt, vrij dapper met ons mee. Twee kameraadjes, dat zijn wij. Nou, ik zoek mijn vriendje zelf wel uit. Nou, sla me nou maar. Ik heb het verdiend. Echt maar. Toe, sla me nou maar. Die stomme boer zwakkop van mij, die verdient een dreun. Ach, Liesje, ik zou jou zoveel mooie verhalen kunnen vertellen, hè? Leven de revolutie! Ja, ja. Leven de revolutie, hoor, je hebt groot gelijk. Zeg, Tom. Ja? Tom, vertel jij mij eens, hoe gaat het met de zeepkorreltjes? Met wat? De zeepkorreltjes, onze toekomst. Oh. Ik heb een pracht van een reclamecampagne ontworpen. Oh, ja. Dat gaat een succes worden. Reclame. Ach ja, dat is waar ook, die zeepkorreltjes. Ja, alleen die oorlog, hè, die moet er maar eens gauw zijn afgelopen. Hè. Dan kunnen wij pas goed beginnen. Oh, dat regelen we dan toch even. Ja, dat is twee haakjes. Ik heb het goed getroffen met jullie, hoor. Ja, verdomd goed. Wat een eten, hè. Kan je nagaan. Als alles weer een beetje normaal loopt, dan gaan wij verdienen. Ja, dat moet Tonnen. Miljoenen. Ja, dan moeten eerst nog een paar mensen worden neergeschoten, meer niet. De toekomst, die moet je altijd in de gaten houden, weet je dat? Alleen de mensen die vooruit kijken, die weten iets met een oorlog te beginnen. Ja, zo is het maar net.
Zeg Tom, wij begrijpen elkaar. Hè? Ja, wij voelen elkaar prima aan. Ja. Op de zeepkorreltjes dan maar weer. Hiep, hiep, hoera. Hey, wat is er met jou, Tom? Met mij, niks. Alleen een beetje koppijn. Dat is het beroerde van de samenleving. Hè? Kijk maar om je heen. Die het begrijpen krijgen koppijn. En de anderen gaan ervan kotsen. Ja, precies. Ja, ik ben niet eens dronken. Hm? Dat zou tenminste nog iets geweest zijn. Ja, denk ik. Hé, wat krijgen we nou? Niet zenuwachtig worden, mensen. Er is niks aan de hand. Kijk eens aan de politie. Kom binnen, heren. Kom binnen. U valt met de neus in de boter. Ja, we hoorden buiten nogal veel lawaai en toen dachten we, we gaan maar eens kijken. Dat is uitstekende gedachte, Spieksma. Jij dacht natuurlijk, er is vast wel iets onder de kurk. Precies, dat dacht ik. Help jezelf. Ja, graag. De politie is mijn vriend. Ja, graag. Kan met jullie allemaal heel goed opschieten, waar of niet, Spieksma? Ja, zo is het maar net, meneer. Ah, behalve met Dokkeer. Dat is een fout. Alsjeblieft. Ja, dank u wel, beleefd, meneer. Het zal me goed doen. Het is buiten knap koud. Nog nieuws? We hebben vanavond niet geluisterd. We waren te druk aan het feest vieren. Ja, de heren komen hier wel eens een keertje naar Engeland luisteren. Hey, meisje. Afblijven. Wat is dat? Mijn revolver. Wat een mooi ding, zeg. Ja. Maar, je mag er niet mee spelen. Waarom niet? Dan gaat hij af. Nou ja, waarom zou die niet een keertje mogen afgaan? De laars op de nek. Dit was het 21ste deel van een seriehoorspel naar de gelijknamige roman van Maurits Dekker, voor de microfoon bewerkt door Peter van Gestel. De rolverdeling was als volgt. Tom Garf, Frans Somers. Vrouw, Eva Janssen. Lex de Jong, Paul Deen. Man, Jos Lupsen. Gerard van Tuin, Bert van der Linden. Hans Redens, Paul van der Lek. Liesje, Corrie van der Linden. Freek Poortemaker, Willy Ruis. En Spieksma, Jos Lupsen in dubbelrol. Regie, Ab van Eck.